Nou, het boek waar ik eigenlijk de beste herinneringen aan heb is Kruistocht in Spijkerbroek. Het is natuurlijk geen nieuw boek, maar met de kennis van toen dat iemand in het verleden terugging en dat je dan ook de hele ontwikkeling van, van de hele wereld eigenlijk daarin ziet. En ik vond het ook altijd, ik heb het aan mijn kinderen hebben het al gelezen en werkstukken over gemaakt op middelbare scholen. Mijn kleinkinderen hebben dat gedaan, omdat je dan toch denkt van nou, dat is een heel interessant boek. En het is niet alleen belerend, maar er gebeurt gewoon zoveel in dat je inderdaad toch alle ontwikkelingen ziet. Alles wat ik van anderen hoor, dat het een boeiend boek is, dat wil ik graag lezen.